lastig, ja. Je hebt er heel hard voor gewerkt. Na bijna 110 jaar betekent de coronacrisis voor partycentrum Ter Horst in Netterden het definitieve einde. Eigenaren Jan en Marie-Louise waren jarenlang een speel in het dorp met de zaak. Maar ze hebben nu noodgedwongen en met pijn in het hart de deur definitief dicht moeten trekken. Ja, de keuze was niet makkelijk. Hij is eigenlijk gekomen door de coronatijd dat je ziet dat onze agenda leeggelopen is. En dat mensen niet meer met grote getalen samen mogen komen. Het was niet meer verantwoord om met de kosten gewoon door te gaan en maar af te wachten wat er zou komen. Dus je maakt een keuze. De opa van Jan kocht het pand toen het nog dienst deed als onder meer bakkerij en tankstation. Drie generaties lang verzorgde de familie Ter Horst feesten, trouwerijen, catering en zakelijke events vanuit de locatie in het hart van het dorp. Het aankondigen van de sluiting zorgde voor een stortvloed aan steunbetuigingen aan het adres van het echtpaar. Onvoorstelbaar. Hartverwarmend, veel. Mooi om te horen wat we allemaal hebben mogen betekenen voor mensen. Maar vooral overweldigend. Dank daarvoor. Voor de eigenaren breekt een andere tijd aan. Marie-Louise heeft altijd in de keuken gewerkt en gaat nu zelfgemaakte etenswaren verkopen bij onder andere landwinkeltjes. Jan gaat de transportwereld in, waar hij transporten voor particulieren en de zakelijke markt gaat verzorgen. Jan die gaat met de bakwagen naar particulieren en voor bedrijven die dat willen rijden. En ik heb van Marie producten die hier achter staan, die eindelijk op mijn pad zijn gekomen en waar ik heel erg blij van word. En die inmiddels de mensen plezieren en lekker vinden. Dat zijn eigenlijk de gerechten die ik op het terras en in mijn restaurant heb ontwikkeld. Hoewel het partycentrum sluit, blijft het paar eigenaar van het gebouw. In overleg met Oude IJsselstreek wordt gekeken naar een plan waarbij een deel van het monumentale pand kan blijven staan. Ja, we zijn eigenlijk van plan om in samenwerking met de gemeente te proberen het oude gedeelte te laten bestaan en daarachter een aantal nieuwe woningen te bouwen. Statuswoningen, woningen voor levensbestendige woningen voor ouderen. En om toch het karakter van het dorp niet verloren te laten gaan. Vooral achter die gevel. Dus die gevel willen we graag behouden. En we hopen dat we dat kunnen bewerkstelligen.